De gemeente Wijchen gaat de toegankelijkheid van het gehandicapte toilet in de promenade in het winkelcentrum van Wijchen verbeteren. Ook komt er meer aandacht voor een goede hygiëne en daarvoor stelt de gemeente €1100 beschikbaar. Veel inwoners kennen het openbare toilet niet en daarom wil de gemeente de bekendheid vergroten. Daarbij wordt gekeken naar een goede bewegwijzering en andere communicatiemiddelen. Ook komt er een sleutel van het toilet te liggen bij café Anneke, zodat het gehandicapte toilet ook 's avonds beschikbaar is.